Hey, mijn naam is Olaf Bok van Gratis Leren Photoshoppen en vandaag heb ik een verrassing voor jullie. Ik ga niet verklappen wat ik ga doen, ik ga gewoon tegen jullie zeggen, doe mij na, we gaan het stap voor stap doen en ik beloof je als het klaar is, dan zijn jullie ontzettend blij met dit techniek die ik jullie vandaag ga leren. Dus ik wens jullie veel succes en zoals jullie zien heb ik hier een man voor mijn neus staan met een krullend haar, volle baard. En het eerste wat we gaan doen is deze man selecteren. We pakken de selectietool en we gaan dus overal overheen. Zo. Daarna pakken we hierboven hier fine edge. We pakken deze kwast en we gaan alsnog over de dingen heen die we net heel moeilijk konden selecteren en hij zal het automatisch gaan vinden. Zo. En we klikken daarna op oké. Dan zie ik hier nog even een paar kleine dingetjes. Die halen we maar even weg. Kijk, hebben we alles goed gedaan. Oh, daar komen we straks nog even op terug. Jawel. Dan klikken we op oké. We gaan dan een mask maken. Dat is dat kleine fototestelletje, zoals ik het altijd zeg. Hier helemaal onderin, rechts onderin, daar klikken we op. En dan heeft hij de achtergrond dus verwijderd. Je kan met de gum hem nog een beetje bijwerken. Je zag bij de neusgedeelte dat ik daar dus iets kwijt was. Dat heb ik nou even teruggehaald. En als je wel hier geselecteerd, hè, dus niet op deze, maar op deze, dan heb je met de gum. Kun je eigenlijk alles weer terughalen wat je eigenlijk net kwijt was. Dat was alleen het gedeelte bij de neus. Dat heb ik nu even gecorrigeerd. Dan houden we Alt in en we klikken dus op deze venster. En dan zie je dus dat de persoon helemaal wit wordt. En met de selectie wit, we maken het pijltje, klikken we om naar wit toe. Daar staat boven wit. En met deze Boost tool gaan we dan alles wit maken wat wij wit willen hebben. En als we zwart willen, draaien we hem om. We maken hem nog iets kleiner. En dan doen we dit zwart. Zo. En dan draaien we hem weer om. We gaan het nou even wit gebruiken. En dan gaan we eventjes zo helemaal langs de haren. Het is heel belangrijk dat alles wat wit is, of wat we wit willen hebben, dat we dat ook even duidelijk wit maken. Zo. Daarna klikken we deze aan. Zie je dat witte randje wat eromheen komt? Als je hierop klikt, zie je een witte randje eromheen komen. Maar we klikken nu deze aan. En we doen deze file, maken we, op bij deze file maken we een nieuwe aan. En dan doen we hier 1920 bij 1080 300. En dan klikken we op oké. We houden Ctrl in en we klikken dus op dit schermpje. En dan zie je dus dat alleen de persoon wordt geselecteerd. Nadat je deze hebt aangeklikt, sleep je hem naar
deze foto toe. Met de pijl haal je hem naar beneden toe, totdat hij hier mooi schuin afloopt. Je doet de Ctrl-T, je houdt Shift in, je trekt hem naar boven toe. Daarna kun je met de pijl hem in de midden zetten en dan zijn we alweer een stap verder. Dan klikken we de background aan, we gaan naar dat rondje rechts onderin. Die klikken we aan en dan gaan we naar Solid Color. Dus CEC DE5 en we klikken daarna op OK. Dan klikken we het onderste laag aan en die gooien we volledig weg. Door te slepen met de linkermuisknop ingedrukt naar de prullenbak rechts onderin. Dan klikken we de bovenste laag aan. We selecteren de persoon en we klikken op een mask. Dus hier onderin dat fototoestelletje en dan krijg je dit zwarte gedeelte naast de portretfoto. Ik pak de film, die pak ik met mijn linkermuisknop. Hou hem vast en sleep hem op deze foto. Klik daarna op Enter. Pak daarna deze laag. Let goed op jongens. Dus niet deze, maar deze. Hou Alt in en neem hem mee naar boven toe. Nou zie je dus dat je dus een film, het is, eigenlijk is het een film, maar dat je ook dus een foto, als foto gezien, hem dus in een gezicht kan zetten. He, dus dan is alleen de buitenkant van het gezicht is nog te zien. En alles wat in het gezicht plaatsvindt, dat is dan de film of de foto. Klik daarna de bovenste laag aan. En vink dit dingetje, dus je hebt hier de foto van de stad en de persoon. Maar dat dingetje wat er tussenin staat, die klik je aan met je linkermuisknop. En dan is je weg. Als we deze dan hebben aangevinkt, dus niet die, maar deze, bovenin. Dan doen we Ctrl-T en dan gaan we hem groter maken. En ik zal je laten zien waarom. Omdat we namelijk, met Alt kun je namelijk in- en uitzoomen. Als we naast de lijn gaan staan, dus de op is uit en in, hè, het groter maken, het kleiner maken van de foto. Maar als je ernaast gaat staan en je houdt de Shift laat je los, dan kan je de foto draaien. Maar zorg dat ze buiten de kader, de foto moet buiten de kader vallen, zo, dat je dus niet binnen de kader, want dan gaat het straks fout. Dus ik heb hem gedraaid, de snelweg loopt een beetje recht nu, en ik heb daarna gezorgd dat de foto zo groot is dat hij buiten de kader valt, en daarna duw je dus op Enter. Dan doen we deze middelste laag aanklikken, we houden Alt in, en we schuiven het hele zootje eentje naar boven toe. En dan hebben we hier dus normaal staan. Die klikken we aan en dan gaan we naar Lighten. En dan klikken we deze aan. Let op hè, dus deze niet, maar we klikken deze aan met dat witte dingetje eromheen. We zorgen dat zwart bovenaan staat. Dus we klikken op het pijltje. Zwart staat bovenaan. We pakken de kwast, de brush tool. We zorgen dat die wat groter is. En we kiezen dit voor ergens tussen de 28-20 en dan gaan we hier dus eroverheen zodat we de snelweg duidelijk gaan zien. Zo. Daarna gaan we nog weer terug op dit plaatje klikken. We doen weer Ctrl-T. En dan trek ik hem toch nog iets recht. Want wat ik nu tegenkom, is dat de stad niet recht stond. En ik wil natuurlijk ook dat de stad wat er rechter staat. Dus ik ga hem zo doen. En dan duw ik op Enter. Kijk, nou zie je dat de stad mooi recht is. Dan klikken we dus deze aan. En we zorgen dus ook dat hij op zwart staat. En dan kunnen we dus, en hier ga ik hem vol op 100 zetten. En hier kan ik dan uiteindelijk
alles weer terugtrekken wat ik gewoon origineel wil houden. Maak ik hem even wat kleiner. Hier gaat het niet goed. Ik doe het nog een keertje. Zo. Zo, mooi langs de snelweg heen. Dus dit gaan we weer goed doen. Dan moeten we oppassen dat we dus niet de snelweg pakken. Zo, dit is beter. Zo, en met Alt kunnen we dus inzoomen en uitzoomen. Voor de zekerheid dat de oplossing de stoppen uitspringen of dat een keer je Photoshop vastlaat omdat je besturingssysteem het toch niet echt aan kan, is het altijd heel wijs om tussendoor even je bestand op te slaan. Nou, wat doe je dan? Je gaat naar File, je pakt dan CVS en je kiest voor PSD bestand en je plaatst hem in de map. PSD bestand houdt in dat alles wat je hier nu gedaan hebt, dat dat vast is opgeslagen. Dus zou dat ooit iets misgaan, dan hoef je niet helemaal weer opnieuw te beginnen. En dan kun je gewoon weer op de punt verder gaan waar je dan gebleven bent. Oké, we pakken dan deze laag, houden Alt in en we halen hem eentje naar beneden toe. Dan klikken we hierop. Rechter muisknop, delete layer mask. We houden Alt in en we scrollen naar beneden toe met de muis. Dan wordt de foto wat kleiner. Dan pakken we hierboven pakken we adjustment en dan kiezen we hier voor black and white. Ik heb hier gewoon een grijs balkje, rechter muisknop close. En dan gaan we deze black and white gaan we dan eentje omlaag halen. Dan gaan we op deze laag staan. We pakken filter, we pakken blur. We gaan naar Gaussian's blur. We maken dus zoals je ziet de achtergrond maak je wazig. We zetten hem op 9.0. Dus 9.0. En klikken daarna op OK. We gaan op deze laag staan. Kiezen normaal aan. En we kiezen dan voor soft light. En die soft light pakken we hier 50%. Dan klikken we deze aan, de onderste laag, klikken we dubbel en we gaan hem iets omlaag halen en daarna klikken we op OK. Dan kiezen we voor de bovenste laag. Dan gaan we naar dit rondje rechts onderin en we kiezen voor levels. We klikken dan rood aan, dus door de RGB aan te klikken kunnen we hier voor rood kiezen en we verschuiven deze pijl een beetje naar links en deze een beetje naar rechts. Datzelfde gaan we doen met blauw. En we klikken dan op de grijze balk rechts muisknop close. Dan klikken we deze aan, let goed op, van de bovenste laag, het linker gedeelte. Dan gaan we, voor de mensen die dit aan de onderkant niet hebben staan, dan kies je op voor Windows en dan klik je aan Timeline. Dus heb je alleen dit staan, ik kan hem niet vinden, dan ga je naar Windows en kies je daarna voor Timeline. Die maak ik wat groter. Door op deze lijn te gaan staan en het linker muisknop in te houden en dan kun je dus groter en kleiner maken. Dan klik je hier op deze Create Video Timeline en dan zie je dus alles tevoorschijn komen. Ik maak hem nog wat groter zodat alles kan zien.
En ga deze bovenste paarse gaan we aanklikken. We pakken we aan de zijkant tot je die strepen ziet hier. Hou de linkse muisknop ingedrukt en sleep hem dan tot hij gelijk is met het plaatje. Daarna klikken we op het plaatje in de layers hier rechts. Klikken we dubbel op dat plaatje zoals jullie net zagen. En als ik dit pijltje ga bewegen, dit pijltje, dan zien jullie dus de auto's rijden en de zon schijnt en de wolken die bewegen. Gaaf, hè? Maar we gaan er nog wat mee doen. En we zetten het pijltje uiteindelijk hier op 9. Zo. Ik schuif hem toch nog een beetje terug naar 6. Vind ik lang genoeg. De PC is een beetje traag. En daarna slepen we dit gedeelte door je linkermuisknop ingehouden te houden tot deze lijn. Als we hier onderaan op die nulletjes en dan die 5.22 dubbelklikken met de linkermuisknop, krijg je dit schermpje te zien. En we maken hier dus 5.05.00 van. En klikken daarna op OK. Dan pakken we weer het einde, linkermuisknop, en we slepen hem weer naar het rode lijntje toe. We maken de balk wat groter. Door onderaan op dit pijltje te klikken, zie je dus dat je hem groter kan maken. En zet de pijl op 2. Dan klik ik op dit icoontje, videogroep. Rechtermuisknop, kies je voor Ungroup Layers. Daar maken we een kopie van. Dus we pakken hem vast met de linkermuisknop en we slepen hem rechts onderin naar dit venstertje. En dan krijg je hier dus een kopie van te zien. En zoals je ziet heb je dan ook hier twee lagen. We gaan met het pijltje gaan we eentje hoger. Knip hem daarna door hier op dit schaartje te klikken. Je ziet dus dat ze geknipt zijn en dat er eentje beneden blijft en eentje omhoog gaat. We slepen de bovenste naar links toe. En de onderste naar rechts toe. Dan pakken we de pijl en die slepen we hier naartoe. Dan pakken we hem hier aan de zijkant en we trekken hem naar rechts. We pakken weer de pijl en we slepen hem uiteindelijk hier naartoe. En dan pakken we hem en we slepen hem met de linksmuisknop ingedrukt naar links. Dan klikken we op deze logo. We pakken de fade met de linkermuisknop en die slepen we hierin in dit venster. Precies hetzelfde doen we nog een keertje en die slepen we hier naartoe. Als we nu op play klikken, halen we hem even helemaal naar links toe. We klikken op play. Dan zie je dus de auto's rijden en alles bewegen. Ik moet wel zeggen, mijn PC is daar niet echt fan van. Kijk, nou doet hij het wel goed, zie je dat? Maar hij is er niet echt blij mee en dat is wel duidelijk te zien. Dus ik zet hem op stop. En voordat mijn PC dadelijk helemaal vastlaat. En toch gaan we dit ook, file, save as, gaan we deze opslaan.
als PSB in een, mijn eigen map. Kijken, live 2018, les 18. En dan zeggen we opslaan. Raken we hem kwijt, dan hebben we hem alsnog opgeslagen. Dan gaan we met pijl hier staan. We klikken op de kruisje en we zeggen yes. We gaan hier bovenaan. Hier ben ik bezig met mijn muis. Hier klikken we, vast pakken we hem. Hier dat pijltje van links en rechts. Linkermuisknop ingehouden. Trekken we hem zo tot zeg maar dat het grijs, lichtgrijs, dit is donkergrijs. Ook deze stukken, die slepen we gewoon mee naar rechts toe. Of naar links bedoel ik. Want ik wil namelijk alles gelijk hebben. En dat gaan we met alles doen. Ook deze trekken we deze kant in. En deze trekken we deze kant in. Zo. En als we hem nu afspelen. En ik hoop dat mijn pc het even volhoudt. Dan zie je dus alles afspelen in de foto van het gezicht van die man. Nou, is dit dan niet gaaf om te maken? Een hele grote klus, maar zeker leuk om te doen. Maar we zijn er nog niet, let op. Dan klikken we op Alt, Ctrl, Shift en dan op S, letter S. Dus Alt, Ctrl, Shift, S. En dan komen we in deze scherm uit. We pakken een foto door de linkermuisknop ingedrukt te houden. Kunnen we hem slepen naar de plek waar wij hem even willen hebben. Dan gaan we eerst naar GIF toe. Niks doen. Wachten. En hopen. Want het probleem is, jullie kunnen zien dat hij mooi loopt. Hè? Dat die auto's er wel... En die wolken mooi door die hoofd van die persoon beweegt. Maar ik moet dit kunnen opslaan. En het opslaan, dat vraagt het meest werk voor deze pc. Want ja, hij heeft het gewoon heel zwaar. En ik moet gewoon hopen dat hij het gaat accepteren. En bij het ergste geval gaat het dus fout. En dat is net dat beetje werkgeheugen wat ik te weinig heb. Ja, dus het was een keer tijd dat ik 32 gigabyte heb in plaats van 3x4. Deze zetten we op 17. Nou, op het heden gaat het nog steeds goed. Kijk, en ik heb natuurlijk 3 programma's openstaan. Eentje op mijn scherm op te nemen. Ik heb een camera naar mezelf toegericht. Ik heb een programma waarmee mijn geluid van mijn microfoon kwalitatief beter wordt. Dus ja, meerdere programma's zijn open en dat heeft hij geen zin in. Oké, en dan de laatste is hier op Forever te klikken. Zo. We maken hier 600 van. En hier 338. Nou, even kijken of ik alles goed heb gedaan voor mezelf. En dan zeggen we save. Dan vraagt hij waar ik hem neer wil zetten. Nou, ik ga hem dus in mijn eigen bestand zetten. Opslaan. We gaan naar les 18. Dan heeft hij een kipbestandje gemaakt. En dan zien jullie dus... auto's rijden. Eens kijken of ik hem kan inzoomen. Kijk. En de wolken. Zie je dat? En dit is al een GIF-bestandje. En dan heb ik dus een film verwerkt in een foto. En ik zou jullie zeggen, voor mij was het ook de eerste keer. Yes! Dus, krijg je dit ook voor elkaar? Stuur mij dan even dat GIFje naar mij toe. Hè? Via info@gratisleren-photoshop.nl. En laat mij zien dat je dit voor elkaar hebt gekregen.
Hey jongens, succes ermee. De groetjes. Ai ai.